De marathon is natuurlijk één groot energievraagstuk. En vandaag gaan we het hebben over sportvoeding. Reden 1. Je wil natuurlijk goed presteren. Dat als je straks de koolsingel oprent, dat je sterk nog weet te finishen en dat je niet de man met de hamer tegenkomt. Reden 2. Je wil natuurlijk ook alles halen uit die trainingen, dus optimaal leren trainen. En reden 3. De training is pas afgelopen als je ervan bent hersteld. Dus denk ook vooral aan het nuttigen van voldoende eiwitten en koolhydraten na de training. Ik zei het al, voeding is natuurlijk heel persoonlijk, maar we hebben natuurlijk sportdrank, bijvoorbeeld deze. Daar zitten altijd voldoende koolhydraten in, zo'n beetje 40 gram per uur. Je kunt natuurlijk ook verschillende soorten jelletjes uitproberen. En voor mensen die wat meer behoefte hebben aan wat vastigheid, kunnen natuurlijk ook vormen van sportrepen gebruiken. En als je dat dan ook nog op een andere manier wil doen, zoals de organisatie het aanbiedt, kun je natuurlijk ook altijd nog een banaantje nuttigen. Een van de meest gestelde vragen die wij als experts krijgen is: wanneer moet ik nou zo'n jelletje met cafeïne nuttigen? Nou, wat goed is om het daarmee te timen is dat je rond 24 tot 30 kilometer punt zo'n jelletje neemt. En hoe neem je dan je sportdrank mee? Dat is ook een van de vragen die wij vaak krijgen. Nou, het is heel fijn om een hydratatievest te hebben in plaats van alleen maar een bidon voor onderweg, want dat werkt natuurlijk helemaal niet. Of een mooie heupgordel waar je je eigen drinken in kwijt kan. En een van de andere vragen die we vaak krijgen: wanneer heeft sportdrank of sportvoeding nou echt zin? Nou, eigenlijk bij alle inspanningen, zowel in trainingen als in wedstrijden, na zo'n 75 minuten inspanning. Als jij je voeding net zo serieus neemt als je trainingen, dan ga jij een prachtige marathon tegemoet.